Een vervelend kuchje bij Lars Boom. Vlaanderens mooiste en Parijs-Roubaix zijn voor hem de belangrijkste doelen dit seizoen. Maar juist nu heeft hij een voorhoofdholteontsteking opgelopen. Boom zit aan de antibiotica en stapt in de verkenning van de Ronde van Vlaanderen na zo'n 120 kilometer af. De grote vraag is hoe hij ervoor staat. Ja, Lars heeft zoals van tevoren al gepland, zou hij 4 uur meerijden. Ik heb zondagavond van hem afscheid genomen en ik heb hem gisteravond hier weer gezien. En, hij is dan maandag bij een KNO-arts geweest en heeft hij medicatie voor gekregen voor zijn sinussen. En ja, ik vond wel een wereld van verschil hoe ik hem zag. Dus nu stond er gewoon een fitte Lars weer. Al moeten we natuurlijk wel even voorzichtig zijn en even afwachten hoe het verder de komende dagen ontwikkelt. Het ging er deze dag om wijzer te worden over de vernieuwde ronde. Maar Lars Boom probeerde nu vooral wijzer te worden over zijn fysieke gesteldheid. Ja goed, die is iets beter als dit weekend. Je hoort wel dat ik nog een beetje in de zaal klinken dat ik helemaal vol zit met snot, zeg maar. Maar dat komt, tijdens de fiets komt het er redelijk uit. En ik voel me eigenlijk wel iets beter als dit weekend. En als je dan naar het parcours kijkt, dan is het parcours heel erg zwaar. Je hebt vandaag 4 uurtjes gereden, pak een beetje 120 kilometer. Hoe ging dat? Wel lekker. Bewust niet al te lang. Of ja, 4 uurtjes gewoon lekker met de jongens gefietst. En als je over die klimmetjes rijdt dan van Ronde van Vlaanderen, dan is het ook altijd nog wel lastig. Dus dat was lang genoeg voor mij. Je zit aan de antibiotica. Wat doet dat met je lijf? Merk je daar iets van? Nou ja, hopelijk helpt het die ontsteking in mijn voorhoofd weg te halen. En word ik gewoon snel beter en voel ik mij weer fit. Je gaat de komende dagen gebruiken om fitter te worden. Hoe sta je er zondag voor, denk je? Ja, ik hoop beter als vandaag en met een beter gevoel als vandaag. En hopelijk ook uitgerust. Dat gaat wel goed komen, denk ik. En de komende dagen inderdaad uitrusten en een beetje fietsen en masseren. En gewoon relaxed naar zondag toe leven. En dan hebben we nog een week daarna naar Roubaix. Dus dan hopelijk ben ik daar nog iets beter als in Vlaanderen. Betekent dat je eigenlijk al een beetje over zondag heen kijkt of dat nemen we niet? Nee, dat niet. Maar Roubaix is wel de koers waar ik nog meer naar uitkijk, zeg maar, als Vlaanderen. Maar Vlaanderen is zeker heel belangrijk voor ons, dus daar kijk ik ook wel naar uit. Er was even twijfel, maar als ik jou zo hoor, sta je zondag gewoon aan de start? Nou ja, voor mijzelf heb ik er nooit aan getwijfeld. Ik heb gehoord dat er wat geruchten waren, maar in principe sta ik gewoon aan de start, ja.